Dit zijn Mero en Thomas. Ze zijn net verhuisd naar hun nieuwe woning in het Energiekwartier. Samen met hun dochter Sanne hebben ze hier alle ruimte. De buurt dankt zijn naam aan de stoere energiecentrale. Je loopt hier zo vanuit je huis het park de verademing in. Gelukkig zit de kinderopvang in de wijk zelf. Merel werkt hardje binnenstad. Als het regent neemt ze de tram, maar vandaag kan ze lekker fietsen langs de Veenkade. Thomas werkt aan huis en spreekt vaak af met zijn klanten in het Energiekwartier, Zeeheldenkwartier of Binnenstad. Er zijn veel creatieve bedrijfjes in de buurt. Wat gaat het vanavond worden? Een strandwandeling of in de buurt een voorstelling bezoeken? In en rond de wijk heb je veel cultureel aanbod, van theater en dans tot jazz. Een mooie afsluiting van een dag in het Energiekwartier. Centraal binnen de stad.